De politieke partij Stree heeft gisteravond samen met de Stichting Center for Public Affairs Suriname, CEPAS, een informatieavond georganiseerd. Het doel was de samenleving meer informatie te verschaffen over de wet rij- en voertuigenbelasting en de rechtszaak die Stree in dat kader aanhangig maakte tegen de staat Suriname. De beide organisaties zijn van mening dat het geregeld voorkomt dat er in de media onjuiste informatie is verschaft omtrent deze rechtszaak. Ook hebben verschillende uitgangspunten van diverse personen voor onduidelijkheid gezorgd en onnodig verwarring en angst veroorzaakt in de samenleving. Volgens Stephanie de Randani, secretaris van Stree, hebben Surinamers te veel gepikt en te veel toegestaan. We blijven maar klagen en blijven daarom in de vicieuze cirkel, zegt de secretaris. En met zo'n initiatief hoopte ik een verschil uit te maken van tenminste de eerste stap zetten van dit willen wij niet en we maken dit kenbaar. En ik ben er heel trots op om te zien dat we gezamenlijk geld hebben in kunnen samelen met de samenleving. En als we nou winnen of niet, we hebben tenminste hiermee duidelijk kunnen maken van dit kan niet. En we pikken het niet meer, vind ik. Volgens Maisha Neus, voorzitter van Stree, wordt het vonnis in de rechtszaak donderdag uitgesproken door de kortgedingrechter. Volgens Attentio Martin, afdelingshoofd Stree Kommerwijnen, is er nog te veel onduidelijkheid over de wet rij- en voertuigenbelasting. Inhoudelijk ten aanzien van de rechtszaak zijn er twee aspecten, namelijk het economisch aspect en een rechtsaspect. Het economisch aspect houdt in dat wij op dit moment een geldontwaarding in Suriname hebben van 70%. Geldontwaarding houdt in daling van de koopkracht. Daarnaast is er inflatie, zoals we dat allemaal weten. Dat houdt in prijsstijging van goederen en diensten. Dus alles in de winkel neemt toe. We weten dat water, SWM... EBS allemaal is gestegen, dus we hebben dus nog steeds dezelfde SRD, maar de waarde daarvan in vergelijking met pakweg een paar jaar geleden is drastisch afgenomen. Dus met dezelfde 1000 SRD die je verdient per maand kan je veel minder doen. Rij- en voertuigenbelasting, wat betekent een fiets? Wat betekent een bromfiets? Is het geen rij? Is het geen voertuig? Nu kom je onheil stichten en zeg van de bushouders hebben hun restitutie teruggekregen. My God, waarom heb je het dan aangenomen? Waarom? Waarom in Gods naam heb je het aangenomen? Laat de regering ons komen zeggen waar ze het vandaan hebben gehaald. Nu hebben we ook de truckhouders. Daar is er ook onheil gesticht. Ja toch? Ze hebben twee dragen gezaaid. Want plotseling zeg je nu, de trailers of trekkers kregen vrijstelling, ja toch? Hebben vrijstelling gekregen. U zag Attentio Martin, afdelingshoofd van Stree Kommerwijnen, en daarvoor Maisha Neus, voorzitter van Stree. Zij spraken gisteren tijdens een informatieavond in verband met de rechtszaak omtrent de wet rij- en voertuigenbelasting, welke aanhangig is gemaakt tegen de staat Suriname. De infoavond is gehouden op de Sri Lakshmi School te Livorno.